Ja, je helpt iemand een aantal x keren. Je leent geld uit, aantal x keren. Wordt beloofd om het terug te geven 1 april. Prima, niks op tegen, wanneer jij het kan doen. Een hele, hele goede namiddag. Ja, het loopt alweer tegen 6:30 aan. Oh, wat is het laat niet. Maar ja, kan er ook niks aan doen. Nee. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag, geloof ik, dacht ik, donderdag, ja. De 16e van de 2e 2023 en we leven dus om 17:25. Ik ga zo mijn meisjes uitlaten. Die hebben vandaag enkel de tuin gezien. Gisteren ook de hele dag, al behalve gisteravond niet. Toen heb ik ze ook wel weer uitgelaten, want ik was gisteren helemaal niet in orde. En vandaag had ik barstende hoofdpijn. En dat werd ook nog eens een keer erger gemaakt door iemand anders. En die wil ik graag bedanken daarvoor. Het is wel weer gezakt door mijn eigen toedoen weer. Maar ja, je helpt iemand een aantal x keren. Je leent geld uit. Aantal x keren. Wordt beloofd om het terug te geven 1 april. Prima, niks op tegen. Wanneer jij het kan doen. Prima. Maar ik heb niet gevraagd om een schop in mijn rug na te krijgen. Ja? En bedoel ik het niet figuurlijk, maar letterlijk. Ja? Met woorden. Je hebt me zoveel pijn gedaan, daarmee. Ik app terug wanneer ik het kan en wil. En in dit keer kan. Dat ik je vandaag terug appte, had ik voor het eerst mijn telefoon in handen. En dat je me dan gaat blokken en een grote bek gaat geven van hier tot yesterday heb ik niet verdiend. En als je een vriendin hebt buiten Den Helder die jou beter kan helpen dan dat ik het kan, prima. Helemaal prima. Maar dit heb ik niet verdiend wat je me nou hebt aangedaan, José. Ja. Dus ja, José is geweest, tenminste geweest. Ze heeft me geappt en gedaan en ingesproken en ik heb teruggesproken. Maar ik laat me niet met me sollen, niet, ook niet door jou, niet door niemand niet, dus ook niet door jou. En jij zegt wel dat ik jou een grote bek geef. Nee, ik mocht jou vertellen hoe ik erover dacht. Nou, dat doe ik dan. Ja, en nou mag het in ene weer niet, mag ik niet mij zeggen hoe ik daarin sta in dat gedeelte? Tuurlijk, want daar vraag je toch om? Nou, dat mag niet. Nou, ik kan daar niet mee dealen hoe jij dat doet. En dat heb ik ook geprobeerd uit te leggen, maar ja, dat schijn je weer niet te begrijpen. Ja, er zijn meerdere dingen waar ik graag over had willen spreken. Maar ja, dat doe ik maar niet meer, want dan krijg ik nog meer op mijn stok. Maar ik doe dat op deze manier. Sorry, Balori, maar ik geef antwoord wanneer ik antwoord geven kan via WhatsApp. Doe ik bij mijn dochter net zo. Ik hoef niet direct aan een minuut wanneer jij of zij of hij dat willen antwoord te geven. Dat doe ik alleen bij iemand dat ik zeker weet dat het spoed is. Dan doe ik het. En voor de rest, nee. Ik ga niet zomaar een praatje in midden in de nacht houden. Dat doe ik alleen maar bij mensen waar ik het van weet dat ik het kan doen. En dat het spoed is. En vannacht had ik er eentje, dat was spoed. Want die moest naar het ziekenhuis. En ik moest even wat weer aan een ander door gaan geven. Ik ben aan jou geen verantwoording verschuldigd. Wat ik doe, hoe ik het doe. Want dat heb jij aan mij niet.
Maar, ja, zoals jij naar een ander toe gaat, zou ik me schamen als ik jou was. Maar ja, dan denk ik wel dat je begrijpt wat ik bedoel. Ja, want dat wordt niet prettig. Nee. Maar oké, gedane zaken nemen geen keer. Het is gebeurd. Ik zal je misschien een keer nog wel eens zien op straat. Nou ja, doei. Ja, wie weet, of als je in je tuin staat, doei. Ik heb denk ik medelijden met eentje. Met je kleinzoontje, met je kleinkind. Ja, daar heb ik medelijden mee. Maar ja, wie ben ik? Maar oké, ik ga zo met mijn meisjes weer uit, lieve vrienden. José zullen jullie dus niet meer zien, dat begrijpen jullie nu. Die komt niet meer in mijn vlog voor. De laatste vlog die zal denk ik misschien nog komen, ik weet het niet. Ik heb ook ooit een heel mooi plaatje voor haar gemaakt. Ja. Ik heb haar overal geholpen waar ik kon. Ja. Ik had haar ook vandaag wel weer willen helpen. Maar ja, ze wacht mijn antwoorden niet af. Nee, ze blokt me gelijk. Oké, okay. Nou ja, je kan krijgen wat je wilt. Als jij mij blokt, dan zet ik jou ook uit mijn leven op Facebook, weet je. Want ze heeft me ook op Facebook geblokt. Nou, dan ga je ook alle minuut dat me roepen vandaan. Punt. Ja. Zo simpel als een bruine boom. Maar ja, ik ga het grijze... Het is grijsgrauw hier. Er is niks aan. Nee. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 8 graden. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 4 graden. 8 graden, het gevoel 4. Nou, lekker. Dat wordt dus warm aankleden, hè. Ja. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik ga gewoon verder genieten. Al is het al laat, ik ga genieten. Ik heb nog een klein beetje schele hoofdpijn aan deze kant. Nou ja. Dankzij die mevrouw José dan. Ja, want het is niet leuk als jij een schop in je rug nakrijgt. Dat je altijd maar klaar staat voor iemand. Ja, ik heb eerlijk waar. Zij heb eigenlijk van mij meer blikvoer gehad dan dat mijn hondjes hebben gehad. En blikvoer bedoel ik natvoer voor de honden. Ja. Het is meer van gekregen dan dat mijn hondjes hebben gehad. Ja? Want ik vond het zielig voor haar hondjes en voor haar poezenbeestjes. Want ze had er 10 en onze laatst geloof ik eentje overleden. Nou, dat vind ik ook erg. Ook voor haar natuurlijk. Ja, en... Ja, ik denk, waar ik helpen kan, help ik. Ja, ik heb er ook een tas to good to go geschonken. Nou, dat hoef ik niet terug, weet je. En ik heb er ook, omdat ze begin februari jarig was, ze wou het niet vieren, maar ze heeft wel van mij een geschenk gehad. En dat was 7 euro. Nou, dat hoef ik ook niet terug, want dat is een geschenk. Wat ik schenk, krijg je. Ben jij jarig? Ja, en ik weet waar jij woont. Kun je ook iets krijgen van me. Maar ja, zij gooit het gewoon over de balk weg, de vriendschap, omdat ik vannacht niet antwoord gaf. Moet ik gelijk s'nachts antwoord geven? Moet ik gelijk dan s'nachts naar de toe, terwijl ik ook ziek ben? Nee, doe ik niet. Maar oké, lieve vrienden, ik stop daarmee. Het is enkel mijn negativiteit en dat wil ik niet. Ik wil vrolijk, ik probeer vrolijk te zijn. Terwijl ik al verdrietig ben, want het is een rotmaand voor mij. De 25e is mijn mannetje 6 jaar van mij heen. En dat doet me vreselijk veel pijn. Dus het is voor mij al een rotmaand. En dan moeten ze niet bij mij aankomen zitten te zeuren van... dat ik meteen antwoord moet geven of wat dan ook. Nee, ik maak en bepaal zelf wanneer ik antwoord geef. En niet een ander. Maar ja, jullie bepalen toch ook niet dat ik gisteren niet gevlogd heb? Ik heb gisteren niet gevlogd. Ik heb vandaag verder nog niet gevlogd. Nu pas dat het al tegen 17:30 loopt. 17:34 zegt hij. Dus net 4 minuten over 30. Dus ja, dat heeft niemand te zeggen. Ik maak zelf uit hoe en wat ik doe. Het is mijn leven. Hebben ze in Den Haag ook niet te zeggen wat ik moet doen.
Ik heb me ook niet laten prikken, wat een heleboel wel hebben gedaan. En ik ben God ook zo dankbaar dat ik het niet gedaan heb. Dat God mij heeft gezegd van niet doen, niet doen. Of tenminste laten zien dat ik het niet moest doen. Ik ben daar blij mee, want ik ben er nog, ik leef nog. Hoeveel zijn er al heen gegaan door die prik? Doe maar. Nou zijn ze weer bezig. Waarmee, het interesseert me geen ene hanes. Ik leef gewoon lekker mijn leven en ik doe dat met plezier. Ik heb plezier met mijn hondjes. Ik heb plezier met mijn poezenbeestje. Ik heb plezier met vloggen. Ik heb plezier nu ook met shorts maken. Dat was met die eenden. Ja, zo mooi ook. Met die ganzen. Het zijn dus ganzen, maar ik weet niet meer hoe, wat voor ganzen. Want je hebt verschillende soorten ganzen. Wist ik ook niet. Nee, maar je moet ook maar alles weten met die dieren. Maar in ieder geval, er is één persoon. Die is ook negatief op mijn short met die eendjes. Omdat er een stuk grond erbij is. Ja, hallo. Ik weet het niet, maar de meeste van jullie weten dat ik minder verliefd ben. Dat ik met mijn hondjes loop. Dat ik met een rollator loop. Dat komt er in een short sowieso, want die kan je niet bewerken. Want ik moest het bewerken en ik moest hem overdwars doen. Dat is met een short niet zo. Die moet je gelijk erin gooien. Die kan je niet bewerken. Dus ja, voilà. Dat er een stukje grond erin komt of weet ik veel wat, kan ik niks aan doen. Want ik moet mijn mobiel eerst al instellen en alles. Ja, toch? Daar moet ik een beetje om lachen, om zulke soort mensen. Ja. Maar oké, okay, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik lach erom en ik geef ze gewoon antwoord van ja, hallo, word wakker. Maar zo werkt het bij een short niet. Ja, maar een short is net als een film. Ja, maar op een andere manier. Ja, een vlog, die ga je editen. En die bewerk je. Maar dat kan met een short niet. Nee, en een short die neem je zo je telefoon. En ga je met je telefoon vloggen, doe je hem zo. Ja. Heel makkelijk. Wat? Het spijt me, maar ik begrijp het niet. Ja. Had je waffel. Wegwezen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder. En ik ga ook genieten. Genieten lekker een beetje met ons mee. Ik kom straks nog wel weer retour. En ik ga nou eerst even lopen. Ik zeg tot later. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, het is er alweer reeds op donker en avond. Het loopt tegen 8:00. Ik ben met mijn eten bezig. Tenminste, ja, het gaat in de oven hoor. Ik hoef zelf niks aan te doen dan enkel de oven in te doen. En het oven klaar is weer op mijn bord. En dat is mediterraneo of zoiets, weet ik veel. Dat gaan we eten, lekker. En ik ben met een vlog bezig en ik weet niet wat ik met die vlog doe. Of ik hem nou in tweeën doe of in zijn geheel. Want ja, we zijn naar de FOMAR geweest.
Ik zag s'avonds nog wat moois, heb ik ook gefilmd. Ik ben al naar een spookhuis geweest, tenminste, zo noemen we dat hier maar even. Omdat het huis op instorten staat. Maar ook wil ik van het huis, wil ik meerdere filmpjes gaan maken. Zodra ze echt mee bezig gaan. Ja, wat gebeurt ermee? Stort hij uit zichzelf in? Van pure ellende? Of wordt hij geholpen om in te storten? Wat kan je ook nog eens zeggen? Dus ja, dat gaan we helemaal volgen. Maar ik laat het nou ook wel zien dat ik er geweest ben even. Dat jullie daarvan op de hoogte zijn. Maar ja, dat komt allemaal goed. Misschien dat ik er 2 vlogs van maak. Eentje voor morgen en eentje voor overmorgen. Maar dat zien we dan wel. En dat komt wel goed. We houden gewoon vol goede moed. En we gaan er gewoon er tegenaan. En ja, we houden het gezellig op die manier. Ja. En ja, ik moet ook nodig vooruit werken. Want ik moet nu vandaag moet ik er eentje maken. Anders hebben jullie morgen niks te zien. Nee, want dan is dat weg. Leeg. Kaal. Ja. Dus ik moet proberen om weer wat voorraad te maken. Maar dat lukt 1, 2, 3 niet. Nee. Iedere keer komt er weer wat tussen. Dan wil ik gaan beginnen. Ja. Krijg je onverwachts ziekte of die telefoon gaat en dan zit je, ik weet niet hoe lang te praten. Of je moet ook boodschappen gaan door, weet je. Dat moet ik ook doen. Maar ja, komt allemaal wel goed. En ik ga zo eerst eten en na goede tijden, slechte tijden, dan ga ik eraan beginnen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ga ik ook verder doen. En doe je ding wat je doen wilt of moet. Want jij ook moet je wel eens dingen doen. Want met niks doen kom je er niet, hè. Als je eten wilt, moet je wel eten klaarmaken. Anders kan je niet eten. Zo is het ook met andere dingen. Je moet je huis schoonhouden, want een ander doet het niet. Ja, normaal gesproken heb ik huishoudelijke zorg, maar die heb ik momenteel dus helemaal op een jendo. Dus ik moet het zelf doen. En daar gaat deze vlog ook verder over, want ik laat het ook zien dat ik aan het stofzuigen ben. Maar ik zal dat allemaal versnellen ook, want anders word je gek van die herrie. En ik haal die herrie ook weg van de stofzuiger. Zeker gezellig een muziekje eronder. Allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee.